Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Brecht Koedoder. In dit journaal brengen wij u het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending. Gezaghebber Edison Rijn heeft de volgende statement van afgelopen dinsdag 5 mei van 17:30 avonds. Geachte medeburgers, ik zal meteen beginnen met de cijfers omtrent de COVID-19 situatie op Bonaire. De cijfers tot op heden omtrent de COVID-19 situatie wijzen uit dat er 257 personen zijn getest en er is op dit moment geen enkel positief geval bijgekomen. Zoals reeds aangekondigd is vandaag en donderdag de COVID drive-thru weer open. Zo willen we verder gaan om meer mensen te testen, om er zeker van te zijn dat het virus momenteel niet meer actief is op ons eiland. Vanaf morgen zal er een versoepeling zijn van enkele van de eerder genomen maatregelen van de noodverordening in verband met COVID-19. De gemeenschap heeft bijzonder positief gereageerd op de aanpassingen die wij afgelopen vrijdag hebben aangekondigd. Het feit dat wij vanaf morgen weer meer kunnen doen, zoals naar de gym gaan en sporten, betekent niet dat we teruggaan naar de situatie voor corona. Het is de verantwoordelijkheid van ons ieder. In ieder van ons om onszelf en ons gezin te blijven houden aan de regels van sociaal afstand en hygiëne. We moeten accepteren dat ons leven is veranderd en dat deze veranderingen nog een tijd kunnen duren. Vandaag zal ik mijn betoog kort houden om zo meer ruimte te geven aan gedeputeerde Den Heijer van Sociale Zaken en de heer Chinachou, gedeputeerde van Financiën, om informatie te geven over zeer belangrijke thema's voor elke burger van ons eiland. Zij zullen de inspanningen die het bestuurscollege heeft geleverd en nog steeds levert om het sociaal-economisch effect van de coronacrisis op het eiland tot een minimum terug te brengen, toelichten. Tot slot, een oproep aan een ieder om in de nieuwe fase die wij morgen ingaan, coronasmart te zijn. Dat wil zeggen dat wij ons houden aan de regels van de sociale afstand, persoonlijke hygiëne en niet meer dan 50 personen tegelijk op een locatie. Zo gaan we verder in strijd tegen corona. Dank je. Tijdens de toespraak van gedeputeerde Elvis Chinachou vertelt hij dat de OBO heel hard aan het werken is met Nederland voor de sociale-economische situatie van Bonaire. Wij als gedeputeerden, de laatste 8 weken niet veel van ons hebben laten horen. Maar we waren wel degelijk heel hard aan het werk als het gaat om de sociaal-economische maatregelen die wij moeten treffen. We hebben ook heel hard gewerkt als het gaat om 2 belangrijke datum. 1, we hebben een brief gestuurd 15 maart aan het kabinet. En daar hebben we antwoord ontvangen via staatssecretaris Knops, waar wij kennis hebben genomen van loonderving, noodpakket voor bedrijfsleven en belastingen die zijn opgeschort, etcetera. Wij hebben die maatregelen natuurlijk geëvalueerd en wij vonden dat het niet voldoende was. Op 29 maart hebben we weer een brief gestuurd aan het kabinet. En daarin hebben we heel concreet uitgestippeld waar wij denken dat wij nog als Bonaire zijnde voor de bevolking, maar ook voor de private sector, aanvullende hulp nodig denken te hebben. 24 april heeft staatssecretaris Knops een antwoord gegeven op ons brief. En daarin heel belangrijk was te zien dat vast recht van elektriciteit, maar ook vast recht voor water, maar ook $25 per maand op ons internet abonnement, dat als reductie gezien kan worden op alle rekeningen. Dat is een hele belangrijke stap, want zoals u weet, niet alleen de huishoudens, maar met name bedrijfsleven. Ik heb bijvoorbeeld een hotel gesproken, die zegt ons vastrecht is om en nabij zo'n $16,000 à $20,000 per maand. Je kunt u voorstellen, een hotel die geen klant heeft, geen toerist heeft, maar wel een vaste last van zo'n groot bedrag per maand heeft, die zal het niet zo lang kunnen uitzingen. Belangrijk om ook te weten, buiten om die 2 belangrijke data, 15 maart en ook 29 maart, dat wij als bestuurscolleges van Bonaire, maar ook Saba en Sint-Eustatius, brieven hebben gestuurd richting het kabinet, hebben we ook via Centraal Dialoog 2 werkgroepen geïnstalleerd,
waar wij twee trajecten parallel aan het belopen zijn. Eén, wij zijn alle maatregelen aan het inventariseren die in Den Haag zijn genomen. En wij zijn aan het pleiten natuurlijk dat die maatregelen ook zo gelijk mogelijk voor Caribisch Nederland moeten gaan gelden. En de tweede werkgroep is bezig met scenario's als wij uiteindelijk open gaan voor toeristen. Dat wij een toeristisch product klaar hebben en een toeristisch product die beter is dan wat we nu hebben. En u weet allen dat we vanaf eind 2016 een masterplan hebben voor toerisme, Blue Destination. Dat zijn we aan het uitwerken met onze stakeholders. En natuurlijk hebben we ook eind vorig jaar een masterplan 2030 gelanceerd. Daar hebben we van die 12 thema's, 5 thema's naar voren gehaald. Rekening houden met de huidige parameters van de coronacrisis. Die zijn we aan het uitwerken qua die 5 thema's. Om ervoor te zorgen als we eenmaal open zijn qua economie, dat wij klaar zijn met ons nieuw product Bonaire. Ik wil hier ook een dank zeggen aan iedereen die heeft geholpen. Aan al het werk die we hebben geleverd, natuurlijk achter de schermen, maar ook voor de schermen. Om te beginnen, communicatieafdeling hier van het RCN, maar ook van het OLB. Maar ook EBT-team met leiderschap van de gezaghebber, die tot nu toe goed werk heeft geleverd. Maar alle afdelingen van het OLB, alle afdelingen van het RCN en aan ieder die tot op heden heel hard heeft gewerkt. Ministeries, staatssecretaris Knops en andere ministeries die hebben zorg gedragen dat wij hier op Bonaire, in vergelijking zeker met de rest van de wereld, het toch de zaken hier goed op orde hebben. Ik dank u. Tijdens de toespraak van gedeputeerde Nina den Heijer bracht zij naar voren dat het OLB de mogelijkheden geeft voor het helpen van de eilandbewoners met het betalen met onder andere web en internet. Zoals bekend heeft vorige week mevrouw Silvana Servilia, directrice van de afdeling Samenleving en Zorg, informatie gegeven over de materiële en immateriële steun die geboden wordt aan personen die door de coronasituatie in een lastige situatie terecht zijn gekomen. Zoals bekend is de lijn Udami in het leven geroepen en inmiddels zijn er rond de 450 aanvragen binnengekomen van burgers die ondersteuning vragen voor bijvoorbeeld het betalen van de webrekeningen, internet, huur en of een voedselpakket willen hebben. Inmiddels zijn er 360 telefonische intakes gedaan en bij 75 personen ontbreken nog bewijsstukken. Ik wil hiervan van dit moment gebruik maken om de personen te verzoeken om deze bewijsstukken alsnog in te dienen, omdat zonder deze bewijsstukken het verzoek niet verder afgehandeld kan worden. Ook wil ik personen verzoeken als de telefoon gaat en het nummer 717-5330 verschijnt om het op te nemen. Want dit is dan vanuit de groep die de intake afneemt. De meeste aanvragen zijn aanvragen geweest voor het web en internet. Daarom zijn we ook blij met de maatregelen die Nederland treft om per 1 mei dus het vasttarief en de contributie voor internet mogelijk te maken. We zien ook dat naast de hulp die geboden wordt vanuit het openbaar lichaam, de voedselbanken, dat er nog andere organisaties zijn opgestaan, zoals hotels, de Chinese community, de Surinaamse community, dat die zijn opgestaan en ook hebben bijgedragen en hun steentje hebben bijgedragen. En dat ze zelf ook zijn gaan helpen en een extra mile zijn gegaan. We zijn ze hier heel erg erkentelijk voor. We moeten wel constateren dat er ook mensen zijn geweest die misbruik hebben gemaakt van de situatie. En vanuit hier wil ik één ieder erop wijzen dat als mensen misbruik maken van de situatie, dat je het belet dat anderen die het wel echt nodig hebben, ook in aanmerking kunnen komen voor hulp. Zoals bekend gaan volgende week ook de scholen open en de kinderopvang. Ik heb met de scholen gezeten en ik kan met een gerust hart zeggen dat de scholen er klaar voor zijn en klaar zijn om onze kinderen te verwelkomen. De komende dagen zullen de scholen zelf communiceren met de ouders hoe ze gaan voorkomen dat er agglomeratie zal zijn van ouders bij de school.
De scholen hebben wel het verzoek dat kinderen die ziek zijn of een familielid hebben die ziek is, om het kind toch thuis te houden en het kind dan ziek te melden conform de normale procedure. Voor wat betreft de kinderopvang, zoals bekend hebben wij een verzoek gedaan aan ouders om de kinderopvang toch te blijven betalen. Dit was in afwachting van mogelijke maatregelen die Nederland zou treffen ter tegemoetkoming aan organisaties. Deze tegemoetkoming is er inmiddels, is bekend. Maar we hebben geconstateerd dat de kinderopvang toch nog een gat heeft te dichten. Wij hebben daarom een verzoek ingediend om middelen van Best for Kids te kunnen inzetten om deze kinderopvangcentra toch nog een extra ondersteuning te bieden. Dat hopen we deze week af te ronden, waarna de kinderopvang op hun beurt contact zal nemen met de ouders over hoe om te gaan met de reeds betaalde contributies. Ik wil dit eindigen door te zeggen dat het van belang is dat we ons allemaal blijven houden aan de regels van hygiëne en dat we dat ook elke keer weer bij onze kinderen terug laten komen. We hebben onze gezondheid immers in onze eigen hand. Dank u. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij u terug. Bij Bonaire Journaal. Bonaire staat stil op 4 mei met 75 jaar vrijheid tijdens de dodenherdenking, waarbij de Caribische eilanden een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bevrijding van het Nederlandse Koninkrijk in de Tweede Wereldoorlog. Vandaag op 4 mei toch een dodenherdenking in een simpele vorm. In verband met de coronacrisis hebben wij samen met de Vereniging van Veteranen en de Rijksvertegenwoordiger heb ik als gezaghebber Openbaar Lichaam Bonaire een krans neergelegd bij de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog. Toch als herdenking en herinnering aan hun die voor ons hun leven hebben gegeven om onze vrijheid van vandaag. Het is een belangrijke dag die we moeten herhalen. Het is helaas vandaag ook de 75ste verjaardag daarvan. Bijzonder moment, maar helaas moeten we het anders vieren. Maar desalniettemin toch de aandacht geven en blijven geven aan deze belangrijke dag voor degenen die gevallen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sahid Chaudhry, 35 jaar, internist en nefroloog van het Arubaanse ziekenhuis Horacio Audubert, moest in quarantaine na contact als frontliner met een coronapatiënt.
Het is een soort slechte film waar we in zijn beland. Dat we zo'n uitbraak zouden hebben en dat plasmabehandeling, dat je daar tegenaan zou zitten kijken. Nee, dat had ik niet kunnen voorspellen, nee. Aruba begon als eerste in Centraal- en Zuid-Amerika met het plasmaonderzoek in de strijd tegen corona. Een idee dat bij dokter Chaudhry ontstond toen hij na contact met een coronapatiënt 2 weken in quarantaine moest. Dat is uitdagend om 2 weken thuis te zijn als je altijd een bezige bij bent. En ik was mijn hoofd aan het kraken van hoe we die virus nou kunnen aanpakken. Hoe kunnen we een effectieve therapie krijgen, specifiek gericht tegen deze virus? Nou, met mijn achtergrond met plasmaferezen zat ik natuurlijk na te denken. En toen zag ik al dat collega's, bijvoorbeeld in China, die hadden al een heel mooi, 5 patiënten gepubliceerd. Collega Sheng. En dat had hij redelijk goed gedaan. En toen dacht ik, wacht even, dit is wel heel interessant. En vervolgens heb ik toen bedacht van, goh, dit is niet moeilijk. Dit kunnen wij hier ook. Jij hebt iemand die het heeft gehad. En wij halen die antilichamen eruit. Dus met een centrifuge, met plasmaferezen. Haal dat plasma eruit. In die plasma heb je dus die neutraliserende antilichamen. Die specifieke stofjes. En dat dienen we dan vervolgens toe aan iemand die heel ziek is. Want wij geven ze eigenlijk de kogels die ze nodig hebben om direct te schieten op de virus. Om de virus te elimineren. Is dit dan een tussentijds iets? Ja, correct. Dat heb je helemaal goed verwoord. Dit is iets wat je nu doet om te kijken of je een therapie krijgt voor mensen die ziek worden en opgenomen worden. Een vaccin doet daar niks op als je eenmaal opgenomen bent en de virus hebt. Mensen dan vaccineren heeft weinig zin omdat de virus al zich aan het repliceren is en je hebt een enorme immunologische storm die daardoor wordt opgewekt. En op dat moment vaccineren is zinloos. Dus je wilt effectieve middelen als mensen ziek worden. Ik ben niet bang, en dat zeg ik niet om stoer te doen of zo. Maar ik denk als je in de frontlinie werkt, hè, dus je gaat naar de corona-afdeling of naar de intensive care, of dat geldt niet alleen voor de corona, maar ook in het verleden bijvoorbeeld de ervaringen die ik heb, moet je die angst elimineren, moet je gewoon uitzetten. En ik zie dat als een soort oorlog. Dus we zijn nu in een oorlogstijd tegen een virus. En die oorlog die wil ik winnen. En die gaan we winnen. En met die positieve en optimistische houding ga ik vooruit. In het papillement zeggen we wel eens van nos dabei combatier, nos dabei dilanti, nos dabei triumfading in lucha aki. Dus ik vind dat mooie woorden in het papillement. We zullen deze virus overwinnen. Gisteravond kondigde Mark Rutte de nieuwe stappen in de coronacrisis aan. Vervolgens wordt de lockdown in Nederland stap voor stap versoepeld. RTL Nieuws. De ruimte die er nu is voor de versoepeling hebben we met elkaar verdiend. En met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat we die ruimte ook behouden. Vanaf aanstaande maandag gaan de basisscholen weer open en kunnen bijna alle mensen met een contactberoep weer aan de slag. Ook mag buitensporten weer, maar geen contactsporten of wedstrijden en thuis douchen. Op 1 juni starten de middelbare scholen en mag de horeca weer gedeeltelijk open. Ook de terrassen. Wel moet iedereen 1,5 meter afstand houden. Voor binnengeld reserveringen verplicht en maximaal 30 personen. Dat geldt ook voor theaters en bioscopen. Het openbaar vervoer gaat ook weer volgens de dienstregeling rijden. Wel moeten reizigers een mondkapje op. Weer een maand later, op 1 juli, mogen de vakantieparken en de campings weer open. Ook wordt de maximale groepsgrootte voor samenkomsten weer iets uitgebreid naar 100 personen. Op 1 september mogen sauna's, seksclubs en casino's weer open. Ook zijn alle sporten dan weer toegestaan, inclusief wedstrijden en betaald voetbal. De kans dat daar publiek bij mag zijn is erg klein. Net als bij andere evenementen waar veel mensen op afkomen, is er een groot risico op besmetting. Met z'n allen in de Kuip Feyenoordliederen zingen is heerlijk, maar het zijn wel spreading events, om in RIVM-termen te spreken. Het kabinet is daarom duidelijk. Pas als er een vaccin tegen het virus komt, kunnen massale bijeenkomsten weer plaatsvinden. We kunnen Nederland alleen van het slot halen als iedereen zich verstandig blijft gedragen. Dat is eigenlijk in de kern de evenwichtsbalk waarop we staan.
Donderdag 3 miljoen nieuwe werkloosheidsaanvragen verwacht. Meer staten zullen dit weekend enkele zakelijke beperkingen opheffen, meldt de ABC News. This morning, as unemployment numbers soar across the country, COVID-19 is also changing how people find a career. When would you be available to start? Companies in several states are holding drive-through job fairs. People looking for employment at the security firm near Los Angeles register online and pull up to a designated parking spot. You interview either standing or in your car, and you can get an offer on the spot. The new approach comes as job losses reach new highs. Payroll company ADP says the private sector slashed a record 20 million jobs between March and April. The biggest job losses were in transportation, construction, and services and hospitality. A report out this morning is expected to show another 3 million Americans file for unemployment benefits last week, bringing the total to 33 million since March. And the Labor Department's monthly jobs report tomorrow is expected to show an unemployment rate of 15% to 20%. My guess right now is that it's going to be north of 16%, maybe as high as 19 or 20%. Wow. And so we are looking at probably the worst unemployment rate since the Great Depression. And it's worse in Las Vegas, where experts say unemployment could be as high as 25%. It is like a ghost town. It's like if this was a science fiction horror movie, you couldn't make up a scenario of just driving down the strip at night and you see nothing. Working from home is providing a lifeline for some. New data shows in the early stages of the pandemic, 90% of job losses came from people who couldn't work from home. But this morning, more of the country is reopening. 43 states will have lifted some business restrictions by this weekend, including Iowa, where this graph shows cases still sharply on the rise, now more than 10,000. Meanwhile, in California, some non-essential businesses in Los Angeles County are now being allowed to reopen in the coming days. And beginning Friday, florists, toy stores, music stores, bookstores, clothing, and sporting goods stores in the city of Los Angeles may offer curbside pickup. Starting Saturday as well, you'll be able to return to trails and our golf courses will be reopened. But in some areas, business owners are not waiting for restrictions to be lifted. People lined up at this barber shop in Michigan to show their support for the owner, who's defying stay-at-home orders. Carl Mankey says he decided to open after he was denied unemployment benefits twice. I just can't do it. I mean, financially, emotionally, I can't do it. I have to work. I mean, it's a necessity. Mankeys. In Texas, the governor is now supporting Shelley Luther, who was sentenced to 7 days in jail for opening her salon. The state's attorney general sent a letter to the judge Wednesday asking to set Luther free. At her hearing, Luther told the judge she kept her salon open because she needs the money to feed her family. If you think the law is more important than kids getting fed, then please go ahead with your decision, but I am not going to shut the salon. U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brecht Koedoder. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.